zoals je ziet heb ik een wapen bij me. Mm-hmm. Heb ik pepspray bij me. Yeah. Dat is een heel sterke vloeistof wat prikt in je oog. Heb ik een wapensok bij me. Ja. Yeah. Oh. Oké. Okay. Zoals je nu je schok al, die gebruik ik dan om mensen op afstand te gaan. Ja, ik heb nu geen zin om heel dicht bij jou in de buurt te komen. Nee, dan werkt die goed. Ja, hoofdagent Nino is goed uitgerust als hij de straat op gaat. Samen met andere agenten doet hij mee aan een proef met een nieuw wapen. Ik heb een taser en die hebben we nu al een tijdje en daar ben ik super blij mee. Als je dan iets naar rechts gaat... Ja? Je gaat hem niet gebruiken, toch? Ik ga hem niet gebruiken, okay. Wees niet bang. Voor we verder gaan, en omdat ik zelf liever niet als voorbeeld dien... eerst maar eens, hoe werkt zo'n stroomstootwapen nou eigenlijk? In een taser zitten twee pijltjes die met stroomdraadjes aan het wapen vastzitten. Als een agent met de taser schiet, prikken die pijltjes vast in het lichaam van de verdachte. Die krijgt dan door de stroomdraadjes een korte maar hevige elektrische schok en verstijft. En zo kan de agent hem overmeesteren en handboeien omdoen. Politie, laat dat wapen vallen of ik gebruik stroom. Over 5 jaar moeten alle agenten zo'n stroomstootwapen kunnen gebruiken. Dat wil de politie graag. Ze zeggen dat ze dan minder vaak een zwaarder wapen hoeven te gebruiken, zoals een vuurwapen. Wij als politie willen eigenlijk nooit geweld gebruiken. Maar als we geweld gebruiken, willen we dat met zo min mogelijk verwonding doen. En daarvoor is het stroomstootwapen wel echt ideaal. Maar kan je dan niet die wapenstok gebruiken bijvoorbeeld? Die zou ik ook kunnen gebruiken. Alleen daarmee moet ik natuurlijk slaan en dat doet heel veel pijn. En dat levert blauwe plekken op en misschien breek ik wel iets. Toch zijn er ook zorgen over de taser. De zware stroomstoot kan erg gevaarlijk zijn voor mensen met een slechte gezondheid. Het kan misgaan, maar dat is altijd zo. Maar het alternatief is dat ik mijn wapen gebruik. Ja. En dat levert natuurlijk veel meer letsel op. Want dan moet ik op iemand schieten en dan, ja, je weet zelf wel wat er dan kan gebeuren. Voordat agenten het ding mogen gebruiken, moeten ze eerst allemaal een goede training krijgen. Toch zijn er ook mensen die helemaal niet blij zijn met het stroomstootwapen. Omdat ze zeggen van ja, nu ga je het misschien veel vaker gebruiken. Ja. Nou, ik begrijp dat mensen dat kunnen zeggen, alleen we zijn allemaal getraind en ik vertrouw op de professionaliteit van de collega's dat iedereen in iedere situatie zijn wapen kan afwegen. Tijdens zijn proef met het stroomstootwapen heeft Nino het nog nooit echt hoeven te gebruiken. Alleen ermee dreigen was tot nu toe genoeg.